Yo, what's up en welkom bij mijn allereerste video op YouTube. Anyways, ik heb er echt naar uitgekeken om dit eindelijk te doen. Er is ook heel veel vraag naar geweest. Dit is eigenlijk de series waar ik jullie ga helpen met jullie projecten, op jullie vragen ga antwoorden. En natuurlijk, elke week ga ik ook iets weggeven. Namelijk, bij elke video ga ik een pakje steken met de samples, sounds en het project wat ik gebruikt heb in de video. En elke week geef ik ook 1 uurtje bellen met mij weg. Dus waar jullie een uurtje met mij kunnen bellen doorheen de week, waar ik samen met jullie aan een project ga werken. Gewoon de video liken en een comment plaatsen. Is mega nice. Mijn setup is nog een beetje comme ci comme ça. Deze Braca mic. Ik had even geleden op mijn Instagram story iets gezet met de vraag: wat wil jullie leren? Let me know. Er zaten een paar heel nuttige tussen en ook een paar deze. Maar ik heb even nagedacht wat het beste zou zijn voor jullie te laten zien. En dat is namelijk deze. Hoe laat ik een drop echt punchen? Hoe zorg ik ervoor dat een drop energie heeft? Alright, here we go. Speciaal voor deze video heb ik een nieuw project gemaakt in 3 uurtjes met een build-up en een drop. Dit project ga ik ook volledig downloadable in de description zetten. We gaan eens even horen wat ik heb gemaakt. Even skippen. Zelf wat gebeurt is dat er te veel low-end zeg maar aanwezig is in de build-up, waardoor dat er daar al zoveel bassen zijn dat je drop eigenlijk geen impact heeft. Dus wat we nu eigenlijk gaan doen is automation maken op een EQ. Dus we gaan even een equalizer openen op de master, zoals hier. En dan gaan we hier een automation pakken op deze knop hier. Dat doe je door hier browse parameters en dan kun je hier create automation clip. Alright, en dan krijg je deze bad boy hier. Je gaat horen als ik die hier omhoog haal. Dan zijn er minder lage frequenties. Naarmate dat je dichter bij je drop komt, gaan we die hier omhoog halen. Dat mag niet te veel zijn, want anders gaat het hard opvallen. Alright, even voorbeeld. Duidelijk verschil. 2 is een tip die ik al een paar mensen heb gegeven, maar eigenlijk nog nooit echt mensen heb zien doen. In de build-up, naarmate dat je dichter bij de drop komt, zorg ervoor dat eigenlijk je geluidssignaal bijna volledig mono wordt, waardoor dat als die op je drop komt, dat die mega hard open ontploft, zeg maar. Dit helpt super hard. Ik ga je even laten zien hoe je dat doet. Je gaat naar je mixer channel en dan hier bij je master, deze knop hier van onder. Hier maak je een automation clip. Alright, als je daar een automation clip van maakt, zet die hier, stereo separation. Die brengt je ook omhoog tot aan je drop. En vanaf dat hij dropt, breng je hem terug naar stereo. Doet super veel. Voor type 1 en 2 te combineren heb je eigenlijk ook een plugin die ik ook heel vaak gebruik, genaamd Endless Smile. Het is een plugin van Dead Alive. Wat eigenlijk doet, dat is eigenlijk één plugin die de live frequenties weghaalt, maar ook een reverb of een delay kan toevoegen. Dus als je die bijvoorbeeld op de master zet, die Endless Smile, je zult direct horen wat dat doet. Dat is natuurlijk in het extreme, maar dat is dus eigenlijk één knop die verschillende effecten en zo toepast. Ik zal deze plugin ook in de description zetten. Tip nummer 3 is white noise of crashes. Zonder FX zet je eigenlijk niks in je drop. Ik zal even mijn FX uitzetten. Klinkt nog steeds wel cool, maar je mist zo die punch. Snap je zo het scherpe gedeelte? En daarvoor gebruik ik bijvoorbeeld white noise. Heb ik hier een ding gemaakt. Klinkt heel stom zo, maar als je dat samen afspeelt.
Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken als zo de CO2-spuiters in een club of zo. Je kunt bijvoorbeeld die white noise gebruiken, maar je kunt bijvoorbeeld ook de crash gebruiken. Crash wordt wel vaker gebruikt bij iets zachtere tracks. Ik ben echt voorstander van white noise bij club tracks. Voilà, dat was tip nummer 3. Een hele standaard regel, een van de belangrijkste, sidechain. Ik zal eens even de drop laten horen zonder sidechain. Zoals je hoort, het klinkt heel slordig en je kick komt eigenlijk minder erdoor. Voor sidechain gebruik je dus Kickstart van Nicky Romero. Dat gaat dus je geluid dempen wanneer dat je kick speelt. Zorgt er eigenlijk voor dat je kick meer plek heeft om door de mix te komen en zo dus meer gaat punchen. En dat is exact wat we willen, een punchy drop. Dat was tip nummer 4. Tip nummer 5 klinkt als iets heel stom, maar het is echt wel een heel basisregel. Je moet eigenlijk gewoon werken met high quality samples. Je hebt genoeg packs online of op Splice bijvoorbeeld, waar je echt super goed klinkende samples en sounds kunt downloaden. Ik ga ook dit project online zetten. Die kan je downloaden in de description en daar zullen alle sounds en heel het project van dit filmpje ook insteken. Dus als je goede sounds wilt, check it out. Ik heb nog een allerlaatste tip. Dit gebruik je eigenlijk enkel bij je mastering. Ik laat zien hier. Als je aan het masteren bent, dan is dat gewoon deze hier. Als je daar een automation op zet, wat vaak wordt gedaan, is dat je voor de drop nog net je volume een klein beetje naar beneden laat gaan, zodat je drop nog luider is tegenover je build-up. Je wil niet in overdrijven. Het is wel iets heel goed en dat geeft weer al extra energie aan je drop. Alright, dit waren al mijn tips. Hopelijk zijn jullie er iets mee. Hopelijk heb je genoten van de video. Als je ervan hebt genoten, vergeet dan zeker niet een like te geven aan de video. En je weet, als je comment, heb je kans om deze week een uurtje met mij te bellen. Waar we samen aan een projectje van u kunnen werken of een klapje kunnen doen of wat dan ook. Dit was mijn allereerste YouTube video. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week terug. Peace.